Sommige mensen hebben echt ongelofelijke pech. In Waalre, net onder Eindhoven, werd een ouder echtpaar afgelopen september overvallen. En februari dit jaar stonden er opeens inbrekers in huis. Meneer Boots, twee keer in een half jaar slachtoffer worden van iets wat ontzettend ingrijpend is. U heeft gelukkig sporen om mogelijk beide zaken op te lossen. Laten we even beginnen met die overval in september. Wat is daar gebeurd? Ja, het gaat dan om een echtpaar van rond de 70 jaar. En ze wonen in een vrijstaande woning aan de Dommelseweg in Waalre. En dat is net buiten de bebouwde kom van Waalre. Nou, op die zondagavond 7 september wordt daar rond een uur of 10:30 aangebeld. En als de man des huizes open doet, stormen er eigenlijk meteen 3 gemaskerde mannen naar binnen. Nou, is die man 71, ziet 3 waarschijnlijk jonge mannen voor hem staan, maar hij geeft zich niet gewonnen. Nee, sterker nog, hij gaat echt het gevecht aan. En zijn vrouw komt op dat lawaai af en die gaat ook deelnemen aan dat gevecht. Nou, uiteindelijk zou je zeggen, dat soort dingen lopen misschien soms niet zo goed af. Maar in dit geval gelukkig voor deze twee oudere mensen wel. En lukt het ze ook om die 3 gemaskerde mannen op de vlucht te jagen. Die 3 overvallers worden door 70 dus het huis uitgejaagd. En daarna hadden ze nog meer tegenslag, lijkt het. Nou ja, ze zijn waarschijnlijk gezien op hun vlucht. Want vlak nadat ze gevlucht zijn vanaf die Dommelseweg, moest de automobilist bovenop zijn remmen trappen om een aanrijding te voorkomen met 2 scooterrijders. En dat gebeurde op de kruising van de Bosweg, de Keersop en de Keersopperdreef. Nou, 1 van die scooters gleed daarbij onderuit. En je zou dus zeggen, die bestuurders gaan met elkaar in gesprek. Dat gebeurde hier niet, want die scooterbestuurder is onmiddellijk weer opgestaan, pakte zijn scooter en is weer doorgereden. Nou weten we natuurlijk niet 100% zeker of dit de overvallers waren, maar wij willen wel graag heel veel meer informatie over deze 3 jonge mannen op die 2 zwarte scooters. We hebben signalementen van die mannen, want die man die echt vol in de remmen voor ze moest, die is heel goed kunnen beschrijven. Ja, en hij had het over 3 lichtgetinte jonge mannen van rond de 20 jaar. En ze reden op zwarte scooters zonder helm. En we hebben geen merk van die scooters, maar 1 van die scooters had zijkappen met gele stickers en de ander had geen kappen. En verder heeft die bestuurder ook in een flits nog kunnen zien dat 1 jongen een rugzak droeg en dat hij waarschijnlijk met zijn linkeroog wat scheel keek. En dat de jongen die onderuit was gegaan een litteken had op de linkerkant van zijn voorhoofd. Kijk, dat zijn hele goede getuigen als je zulke details onthoudt. En mogelijk hebben die met zijn linkeroog scheel kijkende jonge mannen, die jongen met dat litteken op zijn voorhoofd, dus iets te maken met de overval op dat oudere echtpaar. We willen heel graag weten wie daar zondagavond 7 september rond 10:30 in dat buitengebied van Waalre waren. Dan in februari dus een inbraak bij datzelfde echtpaar. Ja, dat was in de nacht van maandag 16 februari, midden in de nacht. Die mensen waren natuurlijk behoorlijk alert vanwege die overval. En die inbrekers in dit geval waren al binnengekomen, hadden een raam verbroken en de boel al flink overhoop gehaald. Maar omdat die mensen wakker waren geworden, hebben ze die inbrekers kunnen storen en die zijn ook weggegaan zonder iets mee te nemen. Helaas hebben we daar geen signalementen bij, maar die inbrekers hebben wel iets achtergelaten. En dat is een grote zwarte tas van het merk Fashion Sport. Nou, we weten niet of deze inbraak nu duidelijk iets te maken heeft met die overval. Maar misschien dat er toch iemand is die iets kan zeggen over die zwarte tas van Fashion Sport in combinatie met de signalementen. Of misschien is er al iemand die een link kan leggen tussen deze 2 zaken. Ja, en die Fashion Sport tas die ligt nu overigens bij het NFI. Maar misschien heeft u nu al een vermoeden wie bijvoorbeeld die 3 overvallers waren die het echtpaar in Waalre eerder probeerden te overvallen. Dan horen we heel graag van u via de tiplijn, het tweede scherm. Of als u misschien wel een bekende van de overvallers bent, anoniem.